Hoi, leuk dat jullie weer kijken. Een poosje geleden besloot Emmy van zonenmaan.net om weer eens een keer tikkertje te spelen. En wel met de Bookalicious booktag. En ik was een van de personen die zij tikte. Wat betekent dat ik 25 extreem pittige vragen moet beantwoorden over mijn leesgewoonte. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vraag 1. Hoeveel procent van je boeken haal je bij de bibliotheek en hoeveel procent haal je elders? Ik denk dat ik ongeveer 30% van mijn leesvoer bij de bibliotheek haal. Maar dat betekent niet automatisch dat ik ook alle boeken die ik leen daadwerkelijk lees. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ik best wel veel boeken bestel en binnenkrijg gedurende de week. En ja, dan kom ik er gewoon niet altijd aan toe om een bibboek uit te lezen. En dat vind ik heel erg jammer. Maar het is eventjes niet anders. Vraag 2. Welk karakter zou je willen zijn en waarom? Dan zou ik kiezen voor Cather uit Fangirl van Rainbow Roll. En dat komt omdat ik absoluut niet de juiste persoon ben om het op te nemen tegen een enorme corrupte overheid. Of tegen een bende bloesdorstige vampiers of andere demonen of wat dan ook. En ik denk dat als ik van plaats ruil met Cather dat ik nog de grootste kans heb om het verhaal te overleven. Want fanfiction schrijven, dat lukt me wel. Dus ja, ik denk Cather. Vraag 3. Wat is je favoriete boek wat je als kind las? Mijn favoriete kinderboek, daar hoef ik niet zo heel erg lang over na te denken. Dat is namelijk Peter Pan van J.M. Barrie. En vroeger las ik weliswaar een andere versie, want mijn Engels was als kind niet je van het. Dus las ik de Disney versie van het boek en inmiddels heb ik ook het originele verhaal in het Engels gelezen. Dat is dit boek en ik vind het echt gewoon prachtig en ik kan het iedereen aanraden. Vraag 4. Wat is je favoriete boek? Heb ik jou op een bepaalde manier gekwetst of beledigd zonder dat ik dat zelf weet? Want hoe kun je dit anders aan me vragen? Ik bedoel, al mijn boeken zijn me dierbaar en ik kan echt onmogelijk één favoriet kiezen. Vooral niet op basis van inhoud. En daarom ga ik een beetje vals spelen voor deze vraag. En ga ik gewoon zeggen welk boek ik het mooist vind van de buitenkant. En dat is Unhinged van A.G. Howard. En de reden dat ik hou van dit boek en deze kaft is omdat een van mijn ultieme fictional crushes op de voorkant breidt, namelijk Morpheus. En daarom vind ik het zo'n tof boek. Vraag 5. Van welke boekenreeks heb je de meeste boeken? Dat heb ik gisteren al eventjes nagekeken voor een ander artikel waar ik aan werk. En dat is de Harry Potter reeks. Wat een schok. Vraag 6. Koop je tweedehands boeken? Ja. Ik koop geregeld tweedehands boeken. Ik vind het niet zo fijn als lekker naar de kringloopwinkel, door het rek browsen. Of er dan een pareltje tussen staat waar ik iets mee kan. En ook op internet bestel ik wel eens tweedehands boeken bij awesomebooks.com. Dus ja, tweedehands boeken die zijn wat mij betreft helemaal oké. Vraag 7. Wie is je favoriete / knapste personage? Mijn favoriete / knapste personage. Nou ga ik eventjes uit van mijn fictional crushes. En ik heb er net al eentje laten zien, dus ga ik nu voor een andere kiezen. Maar daar moet ik wel even over nadenken. Want ik zou zo niet kunnen bedenken wie ik nou echt het knapste fictieve personage vind. Oh, wacht! Wat is jouw favoriete boekcover? Oké, dit is echt eentje waar jullie me heel krom voor aan gaan kijken. Maar ik vind deze cover gewoon echt briljant. En dan heb ik het over de cover van het boek Albino van Elisabeth Laban. Want dit is gewoon een blanco cover met een reliefje voor de titel. En ik vind dit gewoon geniaal. Vraag 9. Wat is jouw favoriete soort boekcover? Wat betreft het lezen van boeken heb ik niet echt een voorkeur voor hardcovers of paperbacks. Maar in mijn boekenkast heb ik toch wel een zwak voor de hardcovers van boeken. Want die vind ik er gewoon mooier uitzien en ze blijven ook mooi tijdens het lezen. Dus ook al heb ik ze al gelezen, dan zitten er geen lelijke knakken in de rug of wat dan ook. En blijven ze er altijd mooi uitzien op mijn planken. En dat vind ik heel erg fijn. Vraag 10. Wat is het eerste boek wat je las? Dat is heel erg lang geleden en het was een boek wat ik heb gekregen van mijn buren voor mijn verjaardag. En dat boek heette Bakkertje Deeg. Ik heb geen flauw idee wie het heeft geschreven. En ik kreeg dat boek terwijl ik eigenlijk nog niet kon lezen. Maar omdat ik liet me toen heel vaak voorlezen. Net zo lang tot ik kon dromen wat er in het boek stond. En toen kon ik doen alsof ik las. En ja, dat vond ik heel erg cool van mezelf destijds. Dus
bakkertje deeg. Wat is je favoriete boekverfilming? Onlangs ben ik naar Een Weefout in Onze Sterren geweest. Een boekverfilming naar het boek van John Green, zoals jullie vast al weten. En ik denk dat dat ook wel een van de beste boekverfilmingen is die ik ooit heb gezien. Wanneer begon je met het maken van YouTube-filmpjes / boekenblog-dingen? Ik ben begonnen met Craving Pages in 2012, juli 2012. En daarvoor blogde ik ook al wel, maar dus niet over boeken. Dus ik ben daar nu ruim 2 jaar mee bezig. En ik vind het nog altijd superleuk. En ik hoop dat jullie het ook nog altijd leuk vinden om op mijn site rond te kijken. Wat is je favoriete leeslocatie? Mijn favoriete leesplek, dat is de bank. Want wij hebben zo'n fijne loungebank met zo'n Shea Lounge gedeelte aan een van de hoeken. En daar kan ik lekker onderuit gezakt in mijn boek kruipen. En dat vind ik echt heerlijk. Heb je wel eens je eigen fanfictie geschreven voor een boek? Nee. Geloof het of niet, ik heb nog nooit fanfictie geschreven over boeken. Maar wel voor heel veel films en series. Zo heb ik fanfiction geschreven voor Pirates of the Caribbean. Dat ging over een meisje wat blind was en snakte naar avontuur omdat ze in een gouden kooi leefde. Omdat iedereen had maar voor zich met haar deed. En daarom besloot ze om zichzelf te verkleden als een jongen. En ja, in dienst te gaan als crewlid van de Black Pearl. En ja, dat was best wel een leuk verhaal geworden uiteindelijk. Alleen vraag me niet om het nog een keer te delen, want het is echt gênant als ik het nou teruglees. Oh mijn god, waarom vertel ik dit soort dingen ook online? Anyway, next question. Vraag 15. Als je gedurende de rest van je leven nog maar 3 boeken zou mogen lezen, welke 3 boeken zou je dan kiezen? Wat is het langste boek wat je gelezen hebt? Het langste boek wat ik ooit gelezen heb, dat is het boek De Reiziger van Diana Gabaldon. En het is ook een van de beste boeken die ik ooit gelezen heb. Ik ben inmiddels begonnen in het tweede deel. Toch denk ik dat deze binnenkort van de troon gestoten zal worden door Game of Thrones. Want ik heb hem inmiddels bijna uit. Ja, schouderklopje voor Joni. Dus voorlopig nog deze. Vraag 17. Als je een boek zou schrijven, wat zou dan de titel zijn en waarom? Nou, voor degenen die het nog niet weten, ik heb dus een boek geschreven. Het heet De Legende van Atargatis en het gaat over zeemerminnen. En inmiddels werk ik aan mijn tweede boek en dat gaat over djinns. En djinns, dat zijn in verschillende, daar heb je verschillende definities van in verschillende culturen. Maar in mijn boeks zijn djinns dus geesten uit de lamp. Dus net als Aladdin zoiets. En het eerste boek gaat Ongewenst heten en Scoop Alert. Ik ben inmiddels ook begonnen met het schrijven van het vervolg daarop. En dat zal waarschijnlijk Verwensing gaan heten. En natuurlijk hebben allebei die woorden iets met wensen te maken. Omdat djinns zo in vele culturen worden gezien als figuren die wensen vervullen. Dus vandaar. Vraag 18. Hoeveel boeken las je de afgelopen maand? Ik heb geen idee, maar Joni uit de toekomst, die dit filmpje aan het bewerken is, die zal het vast wel even hier ergens in beeld plaatsen voor jullie. Vraag 19. Wat is het laatste boek wat je las? Het laatste boek wat ik las is het boek Sterrenhemel van Colleen Hoover. Ik vond het een ontzettend goed boek. Ik heb er heel erg van genoten en binnenkort kunnen jullie de recensie verwachten op cravingpages.nl. Vraag 20. Fantaseer je wel eens voor jezelf een rol in de verhalen die je leuk vindt? Alleen maar altijd. Vraag 21. Wat is je favoriete boekwinkel? Dat is denk ik toch wel. Dat gaat een beetje tegelijk op trouwens. Tussen de Rijks en de Waterstones. Want wij hebben hier in de stad 1 boekhandel waar ik eigenlijk altijd wel kan slagen. Ze hebben een ontzettend uitgebreid assortiment wat betreft fantasyboeken en young adult boeken. En dat past helemaal in mijn straatje. En ze zijn ook nog eens heel erg snel als ik online iets bij ze bestel. En dan hoef ik het maar in de winkel op te halen. Dus dat is echt super handig. En daarnaast vind ik Waterstones ook een geweldig leuke winkel. Omdat ze daar heel veel keuze hebben op het gebied van Engelstalige boeken. En ik vind het leuk om Nederlandse boeken met Engelstalige boeken af te wisselen. Dus vandaar dat zijn mijn 2 favorieten. Vraag 22. Hardback of paperback? Hadden we die vraag niet al gehad? Vraag 23. Heb je meer dan 1 exemplaar van hetzelfde boek? Ja. Het komt wel eens voor dat ik een boek in het Engels koop en dat het dan later uitkomt in het Nederlands. En dan krijg ik vaak toch een recensie-exemplaar van de uitgever. En dan heb ik dus
twee keer hetzelfde boek. Dat overkwam me bijvoorbeeld met Angel Fall van Susan E. En het overkwam me ook met Sterrenlicht van Leni Taylor. En ja, zo heb ik dus wel eens dat ik twee boeken heb in wel in andere talen. Maar ja. Vraag 24. Wat heb je liever? Vampiers of weerwolven? Nou, ik heb laatst een test gedaan van uitgeverij Leopold over wat mijn spirit animal was. En dat was een wolf. Dus dan ga ik toch voor een weerwolf. Want zoals Emmy ook al aangaf in de comments op dat artikel, dan kunnen we misschien met z'n allen een roedel beginnen. Gezellig. Vraag 25. Heb je meer dan 150 boeken? En zo, nee, zou je dat wel willen? Ik heb ruim 150 boeken. Laten we het daar maar even op houden. Don't judge me! En dat was de boekenlistjes tag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om het te zien. Ik vond het in ieder geval heel erg moeilijk om die vragen te beantwoorden. Dus doe me alsjeblieft nooit meer zo'n tag aan. Nee, grapje. Ik vind het altijd super leuk om getagd te worden. Bedankt voor het kijken en graag tot in het volgende filmpje. Doei!